Isa Pothoff, de eerste speelster van het jaar van Excelsior. Dat moet een goed gevoel geven. Ja, ik voel me zeer vereerd. Had je hem aanzien komen? Nee, eigenlijk niet. Ik had eigenlijk verwacht dat Nicky Ridder hem zou winnen, want ik vind dat zij het ook verdient. Stille kracht in het elftal. Maar ik ben hartstikke blij dat de supporters zoveel vertrouwen in me hebben gezien. Ja, mooie bekroning op 4 jaar Excelsior, denk ik. Zeker, zeker. Ik denk echt zeker een mooie bekroning op 4 jaar. Ik denk dat ik uiteindelijk wel beloond ben met deze prijs. Ja, vooraf zei je, ik ben bang dat als het laatste fluitsignaal klinkt, dat ik er meteen huilend op de grond zit. Hoe ging het? Nou, ik moest wel een traantje laten, maar uiteindelijk kon ik goed mijn tranen bedwingen. En ik denk dat het besef later nog wel komt dat ik vertrek. Ja, want je vertrekt naar Ajax, dat is natuurlijk een hele mooie beloning voor 4 jaar. En hoe kijk jij terug op je periode bij Excelsior? Vooral de eerste jaren een wat moeilijkere periode. Ik had me echt moeten laten zien. Uiteindelijk heel erg veel vertrouwen gehad van de staf. En daarin verder kunnen ontwikkelen. En daar ben ik ook echt heel blij mee en heel dankbaar voor. Ik heb veel minuten mogen maken in de afgelopen 4 jaar. En ik denk dat ik daaruit ook echt wel een goede ontwikkeling heb laten zien. En beloond wordt met een sterk seizoen. Dus ben de club dankbaar. Ja, en dan eindig je het seizoen boven Alkmaar. Dat moet een goed gevoel geven dat jullie daar geëindigd zijn op die plek. Geeft zeker een heel goed gevoel. Ook echt een beloning op de laatste wedstrijden die we hebben gespeeld. Want we hebben weinig punten verloren. Af en toe punten weggegeven in de laatste minuut. Vandaag ook helaas. Ik denk dat we goed teruggeknokt hebben. Maar uiteindelijk moeten we heel erg blij zijn dat we er geen laatste zijn geworden. Ja, want jullie begonnen niet best aan de wedstrijd vandaag. Knokte je prima terug en dan eigenlijk een onnodige nederlaag, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat we echt de tweede helft onwijs goed spel hebben laten zien. Heerenveen heel erg onder druk hebben gezet en daar hadden ze heel erg moeilijk mee. Uiteindelijk ook echt beloond met twee doelpunten. Uiteindelijk geef je wel weer in de laatste 10 minuten dan weer een goal weg, wat eigenlijk niet had gehoeven. Dus ik denk, slordig verlies. Ja. Al met al volgens mij een heerlijk team om in te spelen. Echt een team. Ja, vooral de laatste wedstrijden merk je heel erg dat we gewoon echt een team zijn met elkaar. En hard voor elkaar willen werken. En daar mogen we ook echt trots op zijn. Want we zijn van ver gekomen. En hebben vooral de laatste wedstrijden laten zien wat voor club we zijn. En dat we echt knokken tot het einde. En dat heeft ons ook laten zien in de punten die we hebben gepakt. Ja, nu eindigt het hier bij Excelsior. Dat zien we je ooit nog terug in Rotterdam? Zeg nooit nooit, maar ik focus me nu gewoon op mijn vervolgcarrière. En wie weet ooit in de toekomst kom ik bij deze mooie club terug. Heel veel succes in Amsterdam. Dankjewel, jullie ook bedankt.